Goedemorgen allemaal. Gezellig dat jullie op deze donderdag weer lekker mee gaan kijken bij ons online event. Oh, ik heb nou weer overal op geklikt natuurlijk. Ja, ik hoef alleen maar jullie reacties te zien hoor. vandaag weer een superleuk nieuw event. 4 online workshops met Goodie Bag Home for Christmas. Even kijken, voor deze live heb ik natuurlijk de gebruikte materialen ook weer boven de video geplaatst. Dus daar kun je alles ook weer makkelijk terugvinden. Misschien hebben jullie al gezien, misschien ook niet, dat daar ook in het lijstje, zeg maar in die link, ook een lijstje staat met wat dingetjes die je klaar kunt leggen. Vandaag ga ik een keertje geen kaskaartje maken. Ik ga even een keer wat anders doen weer. Dit wordt een beetje een soort mini boekje adventkalender wat we gaan maken. Dus ik ben heel benieuwd. Natuurlijk heb ik hem weer niet een proefversie gemaakt, dus we gaan meteen de real versie maken. Dit keer geen ideetje van mezelf, maar ik heb hem gezien op Instagram. Dus de credits zijn wel voor iemand anders. Maar ik vond hem zo leuk, ik denk die gaan we samen lekker maken hier. Ja, ik heb hem hier al voor me liggen. Het Home for Christmas. Het grote paperpad van 30,5 × 30,5 centimeter. Echt te gek. Er zit hartstikke veel in. Nou, die goodie bag zat natuurlijk ook bomvol met leuke spulletjes. We gaan gewoon lekker beginnen. En dan gaan jullie gaandeweg ook horen van mij wat voor spulletjes ik allemaal gebruik. Ik vind het in ieder geval weer super leuk dat jullie lekker allemaal mee gaan kijken. Dus heb je vragen tussendoor of wil je gezellig kletsen, doe dat ook lekker. En dan probeer ik tussendoor gewoon te reageren. Het is een wat koeler dagje. Nog steeds best wel warm, maar wel flink wat afgekoeld. Dus heerlijk weer om lekker aan de knutsel te gaan. Ik leg deze even aan de kant. Ik heb dus al een beetje verteld wat het gaat worden. Maar de visuele versie die komt aan het einde van deze video. Want dan hebben we hem pas in elkaar. Ik heb hier het chipboard erbij gepakt van Bella Lulu. Super fijn chipboard. Er zitten 10 vellen van A4 formaat zitten er in een pakje. En hij is 0,9 mm dik. Dus echt een hele fijne. Wil je nou echt een dikke kaft, kun je ook 2 laagjes op elkaar doen. Maar ik vind dit echt een ideale formaatje om een leuk kaftje te maken, zeg maar. Zo. Dan heb ik meteen al eventjes 3 stukken chipboard gesneden. En hij gaat zometeen zo komen. Maar met plakken vind ik het altijd iets makkelijker om het zijwaarts te leggen. Maar ik zal het even voor de beeldvorming gewoon zo doen. Pak ik even mijn lineaaltje erbij. Ach, wat gezellig, Angela. Kijken jullie lekker samen mee. Nou, de breedte van alle 3 deze stukken is 18,5 centimeter. Van dit grote stuk is de hoogte 19 centimeter. Dus 19 centimeter hoog, 18,5 breed. Deze is dus ook 18,5 breed en 3 centimeter hoog. En die laatste is 18,5 breed bij 5 centimeter hoog. Nou, dat is nog te doen, denk ik, hè? Dan heb ik een heel leuk designpapiertje uit dat blok Home for Christmas erbij gepakt. Deze mooie rode met van die doortjes. Het is een beetje sneeuw, vind ik het eigenlijk. Ik vind het super leuk uitzien. Ja, Juliette, het scheelt echt, hè, als je lekker even alles tegen elkaar openzet. Ik doe dat ook altijd wel en het scheelt wel. Nou, we gaan op de achterkant van ons papiertje plakken. Dus die mooie kant die zien we straks. En de achterkant natuurlijk niet meer. En nou zat ik te denken. Ik heb nou die... Ik pak hier gewoon eventjes tape voor. Want als ik hier lijm doe, dan ben ik bang dat mijn papier gaat bobbelen, zeg maar. Dus ik pak hier gewoon eventjes wat stukjes dubbelzijdige tape. Ik heb hier de score tape erbij gepakt. Nou, je kan ook tacky tape pakken. Even iets wat gewoon goed lijmt, zeg maar. Nou, omdat we hem zo meteen nog helemaal eromheen gaan plakken, is dit even voldoende hiervoor. Dus we gaan gewoon lekker in de zomer allemaal leuke kerstprojectjes maken vandaag. Nou, hoe leuk is dat? Ik moest wel even omschakelen, moet ik heel eerlijk zeggen.
Moet ik even kijken dat ik hem goed doe. Zo, ja. Deze ga ik hier dus opplakken. En dan zorg je dat je aan alle randen, zeg maar, nog plek hebt dat je er dadelijk omheen kunt gaan vouwen. Zo. Die van 3 komt dadelijk. Oh, nou heb ik hem toch nog verkeerd om. Hoe krijg je het voor elkaar? Serieus. Eraf. Lukt er nog? Hey. We beginnen gewoon met een blooper vandaag, goed? Dacht ik dat ik het zo goed en netjes deed? Wat denk je? Toen kom ik gewoon nog in de verkeerde kant op. Echt, ik leg deze er gewoon even zo op. Dan gaat het nu dadelijk niet meer mis. Jullie zijn nog heel stilletjes vanmorgen. Ik denk dat jullie nog allemaal een beetje wakker moeten worden of zo. Of misschien ben je stiekem vanuit je werk aan het kijken. Dat kan natuurlijk ook. Of heb je lekker vakantie. Nou wil je eigenlijk uitslapen, maar komt dit event gewoon al lekker op tijd. Kunnen alle kanten op, hè. Nou, opnieuw. Angelique ziet niks. Zijn heel verstandig. Zeker niet als ik bloepers maak, hè, Angelique. Even kijken of ik hem nu wel goed doe. Want dan zie ik me voor aan, hoor. Nu is hij goed. Dus nu gaat hij er echt op. Of jullie dachten, oh, moet er nu al met een gestuntel beginnen? Oh, Beta, lekker vroeg. Dacht jij, dan kan mijn dag gewoon lekker van start. Heerlijk. Christa, jij had hem zeker weer net gespot, hè? Het zal ook weer eens niet. Zo. Nee, ja, het ging allemaal goed. Gewoon precies zoals het moest. Kijk, deze ga ik er nu onder plakken. Maar zorg dat je minimaal 2 keer de dikte van je chipboard als randje ertussen houdt. Want anders gaat dit helemaal strak staan. En dan krijg je dus dadelijk dat je papier gaat scheuren. Dus ik hou hem liever eventjes wat ruimer aan. Ik zal even meten hoeveel millimeter ik ertussen heb. Want ik doe daar altijd een beetje op het oog. Hier zitten zo'n 3 mm tussen. Zo. Ja, papier was gewoon eigenwijze, Angela. We kunnen er beter maar iets op verzinnen, toch? Al die bloepers staan zo slordig. Nee, komt altijd goed. Maar weet je wat het altijd is? Ik doe dat gewoon expres, want alles wat ik al fout doe, dat doen jullie niet meer, hè? Zo, laatste stukje. Dit is die 5 centimeter hoge. Zo. En die gaat lekker aan de onderkant opgeplakt worden. Dus, ja, weet je, en ook, dit wordt dan zo'n adventkalendertje. Kun je eigenlijk maar vroeg genoeg mee beginnen, toch? Als je die hebt liggen, dan hoef je op het laatste niet zo te stressen. Maar dan kun je gewoon lekker aan je kerstkaartjes. Dus eigenlijk gewoon super slim om er vast mee aan de gang te gaan. Zo. Nou, ik heb dus hier nu alles achter elkaar geplakt met zo'n brede rand eromheen. Nou, dat komt echt niet precies. Hier zie je ook bovenaan zit er meer rand dan hieronder. Nou, dat maakt echt niet zoveel uit. Wat nu wel belangrijk is... Wacht, ik doe eerst even tape. Vind ik makkelijkste. Dan zit ik niet zo met die schuine hoeken zo meteen. Dus ik plak eerst even tape eromheen. Goedemorgen, superleuk. Wat komen jullie allemaal lekker kijken. Gezellig. Gewoon lekker 4 lives vandaag weer, hè. Dat is toch gewoon een topdagje ervoor. Hij verspelt lekker wat regen. Kunnen we goed gebruiken.
En wij gaan gewoon lekker allemaal aan de knutsel. Is er iemand die alvast de spulletjes heeft voorgesneden en mee gaat doen? Of gaan jullie gewoon lekker allemaal kijken? Ja, precies, Christa. Je hebt me door. Duurde wel lang, hoor. Oké, wat ik nu ga doen. Ik ga die hoekjes, de vier hoeken, ga ik wegknippen. En ik ga even kijken of ik dat hier close-up kan laten zien. Ze knip ze altijd weg, maar niet te dicht naar mijn chipboard toe. Dus zien jullie dat? Hier best wel een stukje ervan af. En dat moet ook, want anders dan zie je dadelijk je chipboard zitten. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dus we willen dit wel een beetje mooi inpakken. Dus dat doe je bij alle vier de hoeken op deze manier. Zodat je hem dadelijk mooi eromheen kunt vouwen. Al regent het al bij jullie, Christa? Hier nog niet. Ik had net wel, toen ik naar boven ging, naar mijn knutselkamertje, had ik beneden maar eventjes de achterdeur dicht gedaan. En de raam, we hebben zo'n kiepraam die vanuit onderkant naar boven kiept. Ik denk, oh, die moet even een stukje dicht. Want als het nou gaat regenen, dan hoef ik niet meteen naar beneden te vliegen in de live. Dus dat is ook wel fijn. Dus, ja. Dat. Nou, de hoekjes zijn weggeknipt. Even kijken, hij gaat dadelijk zo komen. Wat ik eerst even ga doen is, wat zullen we eens doen vandaag? We gaan de zijkant dus eerst even doen. Ik doe altijd de tegenoverliggende gedeeltes eerst. Dus of de boven- en onderkant of de zijkanten. Nou, dit vouw ik altijd zo even om het chipboard heen. Dat het al een beetje omhoog staat. En dan pak ik het vanuit het midden. Ga ik het zeg maar met een vouwbeentje er strak omheen vouwen. En dan zit het meteen ook goed aangedrukt. Dat willen we. Doe ik dat bij de andere kant ook. Oh, jullie hebben al lekker allemaal regen. Zo. En dan doe ik hierbij hetzelfde. Hè? Precies hetzelfde als bij de andere kant. Dus we maken gewoon lekker een verpakkingje om een chipboard heen. Zo. Ik vouw die hoekjes even allemaal naar binnen. En dan kan ik de boven- en de onderkant ook dicht gaan doen. Ik ga dicht gaan plakken. Zo. Dus dit is de bovenkant dadelijk. Oh, ik ben benieuwd of die leuk wordt aan jullie. Dat is altijd nog de vraag. Oeh. Zo, nou heb ik hem hier dus echt super netjes. Zien jullie dat? Kei netjes ingepakt. Doe ook even aan de onderkant. Oh, ik voel wel dat het hier lekker frisse wind door de raam komt. Dus ik denk dat het hier ook zo gaat regenen. Ik kan mijn hobbykamertje ook weer een beetje afkoelen, want dat was ook bijna niet te doen. En dan hebben we hier in het midden, daar zitten die streepjes open. Maar hier ga ik zo eerst een stuk overheen plakken nog. En daarna ga ik pas hier een beetje voorzichtig vouwlijnen in maken. Wat ik wel al kan doen is hier die zijkantjes van je papier waar die gleufjes zitten. Heel voorzichtig, dus niet zo hard gaan duwen, want dan duw je door je papier heen. Heel voorzichtig doe je er even met je vouwbeentje zo'n foutje in maken. Want dit gaan we dus strakjes zo omklappen. Ik kan het wel al laten zien, hè. Zo. Zo. Dit gaan we zo omklappen. Kijk nou. Het is toch leuk? Ik vind het leuk. Oké, dan. Wat hebben we dan? Dan hebben we een stuk wit papier. Gewoon wit kartstok. Ik moet er een klein beetje van afdoen. Zie ik wel. Vind ik mooi hoor. En hij was eigenlijk. Dan moet ik even niet liegen. Hij is 27,5 centimeter hoog. Bij
18,5 breed. Maar ik denk dus dat er een stukje van af moet. Ik ga even goed kijken. Dit is dus zo'n uitdaging altijd, hè. Jullie lachen me vast er zeker uit nu, want zo lijkt het wel of ik een brilletje nodig heb. Nee, pas precies gewoon. Oh nee, Jolanda, met de vierdaagse of driedaagse inderdaad nu geworden, is er niet zo fijn in regen. Nee, dat klopt. Vandaag komen ze ook hier door Gennep heen, dus dat is ook wel cool eigenlijk. Ik ga nu dus even niet kijken. Ik moet even denken, jongens, want we moeten dadelijk touwtjes omheen hebben. En ik zit te denken of het handig is als ik dat nu vast ga doen. Maar dan moeten we dat even een beetje gaan uitmeten. Ik denk dat we die pas later gaan doen. Vind ik makkelijker. Dus ik ga het gewoon even op de makkelijke manier doen, hè. Dan ga ik nu, spannend, tapejes hier opplakken aan de binnenkant. Want daar komt mijn witte cardstock zo meteen overheen. Je kunt daarvoor ook een designpapiertje kiezen als je dat leuker vindt. Ja, ik vind het ook zo knap, hè. Die vierdaags en inderdaad met die hitte gisteren. Poor. Ik ga vanavond, ga ik wel eventjes in Kuik is dat. Daar gaan ze zo'n militaire brug over het water leggen. Daar ga ik wel eventjes kijken. Zo. Dus eventjes helemaal zo rond. En dan doe ik langs die gleuven doe ik ook tape. Er komt dan wel echt spanning op te staan. Maar anders gaat je papier hier helemaal gek flubberen, zeg maar. Dus daar zorg ik echt wel voor dat ik daar ook tape doe. Er komt dus echt wel spanning op. Vergeet dat niet. Anders gaat je papier dus helemaal raar bol staan in die stukken, zeg maar. Zo. Nou, ik ga hier de tapejes even eraf halen. En dan kan mijn witte cardstokje erop komen. Is het zo nog te volgen wel, hè? Denk ik tenminste. Zo. En dan gaan we dus heel netjes, dat is altijd een uitdaging joh, proberen om dit cardstock recht op mijn papier te krijgen. En het is al altijd een uitdaging live, maar nu helemaal. Maar volgens mij is het gelukt. Yes. Eventjes overheen. En dat doe ik altijd even met gewoon een vouwbeentje. Zo. Dan moet ik hier dus nog die vouwen in gaan maken. Nou, dat is best wel een uitdaging. Zeg ik er even bij. Ik doe hem dus een klein beetje omhoog. En dan ga ik met dat rilbeentje door die vouw heen eigenlijk. Dan gaan we voorzichtig die vouw maken. Hij hoeft ook echt alleen maar dat hij zo, wat is dit? Hoe ze maar 90 graden. Ja, 90 graden kan maken.
Dan hebben we nog zo'n vouwlijntje. Dus die doe ik heel even stiekem, zodat ik weet waar die zit. Niet te hard gaan duwen hoor, met je vouwbeen, want je duwt zo door je papier heen. Dus echt even voorzichtig. Pak je hem op. Zo. En dan krijgen we dit. Nou, die ziet er best wel een beetje gek uit, hè? Dus krijg je eigenlijk een beetje zo'n soort pakje. Nou, dit is mijn kaft. Dat was het. Angelique, ik gebruik gewoon het Bellalulu cardstock. Smooth cardstock. Oké, dan gaan we dit doen. Wel, als het goed is hebben jullie 13 papiertjes, of misschien nog niet. Maar het staat in ieder geval ook in het lijstje. 13 stukjes designpapier. Gesneden van 13 centimeter breed bij 18 centimeter hoog. Ga ik even jullie de achterkant laten zien. Dan zie je het namelijk ietsjes beter. Even checken. Ja. Wat we gaan doen. We gaan eerst van allebei de zijkanten. Dus de breedte is 13, de hoogte is 18. Dus vanuit de zijkanten op 3,5 ga je scoren. Dus vanuit de linkerzijkant en ook vanuit de rechterzijkant op 3,5 scoren. En we gaan op 9 centimeter van de bovenkant gaan we scoren. Dus dat is eigenlijk gewoon de helft. Wat je daarnaast ook doet is die hoekjes. Die is eigenlijk de bedoeling dat we die gewoon zo naar binnen gaan klappen. Op deze manier. Dat doe je dus bij alle vier de hoekjes. Ik zal hem even vouwen. En dit doe je dus met alle 13 pagina's, wat ik nu ga doen. Oh, Patricia, wat jammer. Het heeft wel heel veel in de nieuwsbriefjes gestaan. Monika heeft nog van alles gedeeld. Dus we dachten eigenlijk dat het wel duidelijk was. Maar gelukkig heb je ons gevonden. Oh, Angela, dat kleine blok vind ik ook te gek. Zo. Ik heb nu dus voor alles het grootste papierblokje gepakt. Dat ook in je goodie bag zat. Zo. Dus alle vier die hoekjes gewoon lekker hop naar binnen tegen die vouwlijn aan. Dan vouwen we die lange stroken van 3,5 centimeter. Die vouwen we om. Zo. Goedemorgen, Rulie. Nee, dit komt dus echt uit het grote blok, Corrie. Dan gaan we... Zo, ik zit hier met alles te gooien, maar dat horen jullie vast al. Gaan we een stukje tape. Nou, dit is ongeveer 6 mm. Je kunt ook de 3 mm hiervoor gebruiken. Gaan we aan de zijkant, helemaal tegen de zijkant aanplakken. Even kijken dat ik de beschermlaag eraf krijg. Yes. Oh, dat geeft niks voor Roelie. En mochten jullie de losse artikelen, want de goodie bags zijn volgens mij op, weet ik niet helemaal zeker. Maar mochten jullie de losse artikelen willen, dan kun je die ook nog bestellen in de link hierboven de video. Kijk, dan heb je nu dus dit. Dus twee schuine kanten. En in het midden zit hier nog een vouw. Dan gaan we dit zo omvouwen. Zodat je eigenlijk twee pockets krijgt, zeg maar. Aan twee kanten. Dan gaan we dadelijk. Want ik heb dus heel veel van die envelopjes. Kijk dan. 13 als het goed is. Oh nee, wacht. Ik heb gejokt. Ik heb er hier nog 3. Die moest ik nog even in elkaar plakken. Gaan we eerst even doen. Dus ik liep een beetje achter met mijn voorbereiding. De tijd ging sneller dan ik. Dus die ga ik nog even dichtplakken. En dat doe je dus 13 keer. En dan heb je dus in totaal 26 pockets. Dus dan zou je een kalender kunnen maken van 1 tot 26 december. En als je meer wil, dan kan dat natuurlijk. Maar dan moet je boekje gewoon even iets verlengen, zeg maar.
lekker Angela via de tv kijken. Dan heb je een lekker groot scherm. Kijk, deze vouw ik dan weer zo om. Ik ben wel heel benieuwd. Vinden jullie het al wat worden, denk je? Gaan jullie ook mee dit maken? Of misschien dan wel niet op dit moment, maar een later moment? Of hebben jullie nog niet echt een beeld erbij? Kan natuurlijk ook. Deze vouw weer dicht. Zo. Weer wat anders dan een kaskaartje, toch? Nou, dankjewel. Monika, dankjewel ook. Zo, de laatste nog even dicht plakken. En dan kunnen we door. Nou, en zoals ik al zeg, ik maak altijd de eerste versie gewoon meteen live met jullie. Dus soms denk je misschien van, oh nou, dat kan ik eigenlijk op een makkelijkere manier of op een mooiere manier nog doen. Dan kun je dat natuurlijk altijd gewoon nog zelf toepassen. Hè? Dat is geen probleem. Gewoon doen zoals je het zelf leuk en makkelijk en mooi vindt. Het is inspiratie. Rita, nog geen zin in Kirst. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was dus iets aan bedenken. En ik had ook even echt zo'n blok. Zo van, oh nee, het is volop zomer. Dus ik moest het ook even wennen. Soms gaat dat vanzelf en soms is iets meer moeite. Maar als ik er dan mee bezig ben, dan vind ik het zo leuk. En Monika die zei, je moet gewoon lekker kerstnummers opzetten. Dan komt dat helemaal goed. Nou, wat ik dadelijk ga doen. Ik ga dus hier touwtjes omheen maken. Waar dus deze pockets omheen komen. Dus dan ga ik gewoon lekker diverse zo maken. En dan komt er een rijtje met 3. En dan weer een rijtje met 2. En dan weer een rijtje met 3. En dan gaan we zo door. Totdat we alle envelopjes hebben. En deze komt later met een lintje zo er ook nog omheen. Nou, het klinkt nu misschien als abracadabra, maar dat is toch wat we gaan doen. En ik gebruik daar dit mooie twine voor. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar zo noem ik het gewoon maar. Want het staat er ook op. En ik ga even het beginnetje zoeken. Dat is altijd zo'n uitdaging, vind ik. Soms gaat het ineens. Ah, daar is die al. Ik ga daar lekker allemaal verschillende kleurtjes touwtjes voor gebruiken. Ik doe even helemaal zo eraf. Hoppa. En die komt dus hier zo eromheen. Moet ik nog even bedenken waar ik het strikje wil. Of ik al die strikjes op de achterkant wil. Dan kan ik daar misschien straks nog altijd iets omheen maken of zo. Kijk wel. Maar die ga ik dus hier omheen maken. Zorg dat hij een beetje recht zit. Ik kan er eigenlijk beter een knoopje in maken. Dan gaat het zeker goed. Dan hoef ik ook niet zo'n lang touwtje te hebben. Ik maak er gewoon een knoop in. Lianne, ik ben snel hè. Met die pockets maken. Gewoon in één keer 13. Hop. Nee, grapje. Ik heb er eentje met jullie gemaakt. En 3 afgemaakt. En ik heb er... De rest heb ik stiekem al voor deze tijd gedaan. Flauw hè? Ik ben niet zo snel in de lives. Dus dan... dan moet ik soms even wat voorbereiden. Kijk, dus dit is het eerste touwtje eromheen. Kijk, en die pockets. Die kun je dus gewoon zo lekker zo hop eromheen doen. Doe je hier dadelijk door een tapeje. Plak hem zo dicht. Tadaa! En dan krijg je iets superleuks. Tenminste, ik vond het helemaal leuk. Dus ik hoop jullie ook. Ik ga even een rood touwtje pakken. Ja, de kleine strikjes erop plakken. Dat kan zeker ook, Angela. Goed idee. Nou, ik heb volgens mij ongeveer 5 touwtjes nodig voor hieromheen. En dan gaan we ze dadelijk wel op de goede plek erop schuiven, zeg maar. Ze zitten nu toch los. Weet je, je kan dit ook ertussen gaan prutsen. Daar was ik dus net om aan denken. Maar dan moet je het helemaal precies gaan afmeten. En zo kan je ze nog lekker schuiven. Dus ik dacht, nou, dit vind ik toch makkelijker. Maar als je het dus ertussen wil verwerken, dat kan ook nog. Ik vond dat te ingewikkeld worden. Zo.
Past deze er nog omheen of is die te kort? Ik denk dat die past. Eigenlijk moet ik nog één ander kleurtje. Dus ik denk dat ik nog lichtgroene daar binnenin doe. In het midden. En dan pak ik weer rood en dan weer groen. Nou, dat is leuk toch? En ik kan ook nog de knoopjes hier aan deze kant doen. Dan zie je ze dadelijk helemaal niet meer zitten. Want dan plak ik ze gewoon tussen zo'n pocket. Dan kun je nog altijd versieren aan de buitenkant. Maar dan moet het niet. Dan mag het. Zo. Knopje. Dat ga ik gewoon doen. Ik ga ze gewoon tussen mijn pockets plakken dadelijk. Dan zie je er niks meer van. Zo. Knip even die touwtjes goed af. Nou gaan we weer voor rood en dan pakken we nog de donkergroene. Dan heb ik er 5. En ik moest er volgens mij ook 5 hebben. Dus dat is precies goed. Oh, veeg het dus helemaal vergeten. Geeft niks hoor. Ik ben bezig met een adventskalenderboekje te maken. En ik, misschien denk je nu, oh, wat ga ik dan allemaal in die pockets doen? Daar heb ik natuurlijk wel al over nagedacht. Je kunt er echte cadeautjes in stoppen, als bijvoorbeeld geld. Of bijvoorbeeld een hint waar je een cadeautje verstopt of zo. Maar je kan bijvoorbeeld ook een adventkalender maken met allemaal leuke complimentjes erin voor iemand. Ook superleuk. Of met op die briefjes die erin komen allemaal leuke klusjes die je voor iemand gaat doen. Of met bijvoorbeeld erop met een dikke knuffel of zo. Maar waar die ook heel leuk voor zou zijn, is om bijvoorbeeld te sweppen. Dus allemaal leuke kleine hobby-spulletjes erin te stoppen. Nou moet ik even kijken of ik het nog netjes verschoven krijg. Want ik had dus net bedacht dat ik dat knoopje wel liever aan de binnenkant deed. Dan past hij precies onder zo'n pocket weggewerkt. Dus daar ben ik nu even aan het prutsen. Dus je kunt er eigenlijk hartstikke veel leuks in stoppen. Ondanks dat er dus niet zo grote cadeautjes in die pockets kunnen. Natuurlijk wel iets heel leuks van maken. Zo, laatste. En dan gaan we de pockets eraan maken. Zo. 5 strikjes, 5 touwtjes bedoel ik. En dan gaan we eens even kijken of we dat op een leuke manier eraan kunnen hangen. Ik vind deze wel echt wel heel leuk. Begin onderaan hoor. Maar misschien vind je dat zelf niet handig. Dus gewoon doen wat je wil. Kijk, en dan doe ik hier van boven, van beneden naar boven, doe ik een tapeje. Zodat hij ook echt eraan blijft zitten. Zodat hij niet eraf valt. Vind je, dus klopt helemaal. Het wordt een adventkalender. Kijk, duw je hem hier even dicht. En het leuke is, je kunt het gewoon ook omklappen. Dus je kunt zowel de voorkant en de achterkant kun je zien. Nou, kijk. Ik heb hier ook al opgeschreven 26 keer. Oh, dit zat trouwens ook een blooper. Ga ik jullie nu verklappen. Ik had opgeschreven 26 keer 9 bij 6,5. Maar dat moet 9 bij 5,5 zijn. Oeps. En dan kun je dus in elk pocket kun je zo'n papiertje stoppen. En die kun je dan lekker oppimpen nog. Grappig, hè? Dus ik zei het al, eerlijk gepikt, hè? Niet zelf bedacht deze keer. Maar ik vond hem helemaal leuk, dus ik denk die gaan we doen. Kijk, en dan kijk je dus een beetje naar de kleuren die je naast elkaar wil. Ja, kleine knutselspulletjes aan elkaar geven. Dat is toch super leuk. Wat leuke die-cuts of wat stempeltjes of wat stansjes of ja, schutmateriaal. Ik vind het sneeuwmelen altijd super leuk. En
Ik denk dat dat wel tof is om te krijgen. Zo. Hier heb je weer een leuke met cadeautjes. Ik zal hem eerst even eraan doen. Als het goed is, past het precies. Maar ja, nogmaals, ik doe hem altijd live pas in elkaar maken. Dus kon zomaar een keer niet passen. Tamara, ik had net wat ideetjes opgenoemd. Of had je het niet gehoord? Of wilde je nog meer ideeën misschien? Ja, snoepjes of chocolaatje. Maar ze zijn wel best wel plat, hè? Dus je kan er niet al te veel in stoppen natuurlijk. Kijk, nou kun je ze gewoon zo op. Kun je ze zo omdraaien. En dan gaan we hier de volgende reeks beginnen. Gaan we even kijken dat die weer een beetje leuk aansluiten. Zo. Oh, ik had er hier trouwens twee bedacht. Dus misschien moet ik even een ander patroontje pakken hier. Hier een groene. Kijk, dus echt wel dat de papiertjes ook leuk achter elkaar zit. Ja, precies. Je kunt er zoveel leuks op bedenken. Ook een leuk idee hoor. Ja, het schijntje. Je kunt inderdaad de tape ook aan de zijkanten doen. Dat je nog een vakje hebt. Nou, ik hoor het wel. Jullie hebben leuke ideetjes. Dus ik zou zeggen ook lekker mee aan de slag gaan. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd. Ik vooral naar jullie variaties hierop. Wel super leuk. Kijk, ik heb stiekem even dat knoopje een beetje verdraaid. Want hier komen natuurlijk maar twee pockets. Die falalalala, die komt hier nog bij. Zodat het een beetje verspringt. Zo. Ja, dit is leuk hè, Monica. En die hoef je niet kapot te maken. Kun je gewoon lekker eruit pakken. Kijk, twee envelopjes. Ik zal ook even kijken. Wacht, kijk, als je hem dus dicht doet. Omdat hij dus in verschillende verdiepingen zit. Wacht, deze moet even wel helemaal beneden eigenlijk. Of bijna helemaal beneden, zo. En dan gaat deze ook een beetje naar beneden. En dat je dus in verschillende verdiepingen werkt, krijg je dus een heel tof effectje. Nou, kijk, hier komen dus dadelijk leuke papiertjes erin. Leuk, ik heb gewoon wit gekozen, omdat mijn basis ook wel wit is, zeg maar. Je kan hier, als je het leuk vindt, ook een designpapiertje opplakken. En dan die papiertjes, dacht ik, oh, hoe leuk als je die gaat pimpen. Met alle leuke spulletjes die in je goodiebag zitten. Bijvoorbeeld deze leuke labeltjes kun je bijvoorbeeld ook nog erin stoppen of zo. Je hebt hier een superleuk setje met al die leuke tekstjes. En hier de die-cut blok. Wacht, ik leg het een beetje zo opzij. Ja, precies. Je kunt zoveel leuks erin stoppen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Nou, kijk nou. Ik heb hier bijvoorbeeld in dat blok zit zo'n cirkeltje met van die cadeautjes. Kijk, als je de... Deze is wel leuk hierbij, denk ik. Maar dat is een rode. Kijk, als je hier dus een papiertje in hebt. En dan kun je er dus nog van alles opschrijven of doen. Kijk, en dan plak je dat hier zo erop. Kan ook met een foam tapeje. Vind ik wel leuk eigenlijk. Ja, nummertjes erop. En de cadeautjes met nummertjes onder de kerstboom is ook leuk. Dan kun je ze daar lekker pakken. Ik heb hier ook nummertjes klaar liggen. Ik ga het jullie zo ook nog even laten zien. Kijk, die plak je dan gewoon zo gezellig erop. Kijk, ik had namelijk deze set ook even erbij gepakt. Deze van Kraftlab, de Stitched Numbers. En hoe leuk als je daar bijvoorbeeld dus een nummertje 5. Dus dit is cadeautje nummer 5.
Als je die daar bijvoorbeeld op plakt. Nou, of dag nummer 5 bedoel ik. Christa, ik heb alleen een la 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 la, want die kerstman die gaat me een beetje te hoog in stemgeluid of te laag, of hoe moet je dat zeggen? Dus ik hou het bij fa la 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 la. Kijk, dan gaat die 5 hier zo erop. En dan kun je dus lekker mee spelen. Hè? Je kunt hem zelf zo druk maken of zo rustig als jij het leuk vindt. Hier heb je dus dag nummer 5. Ik heb hier dus ook nog een 11 gemaakt. Of een 24. En zo kun je dat dus bij elk pakje of bij elk dingetje kun je iets anders erop maken. Superleuk. En deze cijfers vind ik ook echt precies groot genoeg voor bij dit projectje. Dat vond ik zo'n toffe combi. Het is hier best wel rommelig voor mij doen. Lekker druk in mijn beeld, hè. Dus zo kun je daar gewoon ook lekker mee spelen. Dus lekker voor ieder pocketje. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Hè? Heb je dan zo'n kaartje. Hier aan de achterkant kun je er dus ook eentje in steken. En dan kun je dus bij alle pockets doen. Nou, die kun je gewoon lekker versieren. Naar eigen wens. Ik zal zo nog even de andere pockets er ook in plakken. Mijn dochter vindt het gewoon leuk om even te laten zien wat je er een beetje zo mee kan maken. Zo. En hier omheen, komt ook nog een lintje. Daar was ik alleen vergeten erbij te zetten. Oeps. Ja, ik hou wel ook echt van boekjes dus. Ik ga het een beetje rustiger maken in mijn beeld hoor. Daar ben ik ook niet gewend van mezelf. Er moet rust zijn hier. Maar ik hou ook echt van boekjes. En ik denk, nou, deze vond ik zo leuk toen ik die zag. Ik denk, die moeten we gewoon gaan doen. Kijk, hier ga ik dus een lintje nog omheen doen. Even kijken, want ik wil eigenlijk dat die aan de achterkant vast komt te zitten. Alleen als ik dat doe, zie je natuurlijk mijn tape. Ja, ik ga dat wel doen. Lekker eigenwijs, als altijd, hè. Even kijken, doe ik het ongeveer onder dit touwtje. Oh, als ik hem iets omhoog doe en ik schuif hem straks terug, dan zit... Oh nee, dat gaat niet. Oeps, had ik bijna mijn boekje verpest. Niet doen wat ik net wilde doen hoor, want dat gaat niet. Dus hier doe ik gewoon even tapeje. Dan komt daar mijn lintje. Dat mijn boekje lekker bij elkaar houdt als je hem dichtklapt. Nou, ik vind het tof om jullie allemaal zo enthousiast te zien. Dus ik ga echt wel uitkijken naar al jullie boekjes, hè. Al jullie adventkalenders, moet ik eigenlijk zeggen. Heb ik nog genoeg lint? Ja. Dat heb ik niet gemeten, hoor. Ik doe altijd gewoon een beetje wat en dan knip ik het af. Zo. Kijk, en dan kun je het hier... Leuk strikken. Dan blijft het toch een soort van even een beetje dicht, zeg maar. Hij is nog niet klaar hoor, maar ik wil het alleen even laten zien. Nou, ik ben dus niet zo goed in zo'n strikjes maken. Kunnen jullie vast veel mooier en beter. Maar kijk, zo heb je dus echt wel een heel leuk... Zo zit het allemaal lekker bij elkaar dadelijk ook. Hier kun je als je wil nog wat opplakken, maar ik vind het wel prima eigenlijk zo. Dus ik ga lekker die pocketjes er nog even met jullie verder in maken. Maar kijk hoe leuk toch? Het is ook echt een superleuk cadeautje om te geven. Het voelt toch wel een beetje stevig door die chipboard kaf die je maakt. Gewoon echt heel leuk. Ik ga hem dus even openmaken weer. Zo. En dan gaan we hier even mee verder, want ik heb natuurlijk nog niet alle pockets eraan zitten. Ik heb er hier nog het een en ander. En die gaan we eventjes lekker eraan maken nog. Uh,
Ja, jullie kunnen hem onder het designpapier plakken als je wil, Christa. Dus dat is lekker gewoon zelf wat je leuk vindt. Even kijken. Ik ga even eentje pakken die ik nog niet gehad heb. Hier, een mooie rode. Met schuine streepjes. Superleuk. Straks kan het zijn dat hij aan de bovenkant lekker uit gaat steken. Maar dat geeft helemaal niks, hè. We gaan gewoon out of the book denken. In plaats van out of the box. Zo, een rode. Oh, die moet wel helemaal naar de zijkant. Hopsa. Dan hebben we... Wat zal ik nou eens doen? Ik heb niet meer zoveel lichten. Wel heel veel donkere. Ik denk dat ik eens gewoon... twee keer de schuine streep op één ding ga doen. Doen we gewoon. Oh, dat heeft niks hoor te maken. Je kunt hem altijd lekker terugkijken als je iets gemist hebt. Hopsa. Jannie, het is echt niet moeilijk. Als je gewoon lekker de stapjes volgt zoals ik ze ook heb gedaan, dan is het gewoon echt goed te doen, dit projectje. Ik heb hier nog, had ik bijna de op z'n kopse bomen gedaan. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Chris, we hadden een goodie bag. Dat heeft ook in de nieuwsbrief en op de pagina hier gestaan. Maar volgens mij is die op. Ik weet het niet zeker. Misschien weet Monica dat. Maar je kunt de artikelen nog wel los bestellen. En wat ik hier gebruik, dat zie je ook in de link hier boven de video. Dus daar kun je het ook allemaal nog in de webshop bestellen. Zo. Next. Hier komen er weer twee. Dus ik denk dat ik hier ook weer een groene erbij pak. En dan kan ik hier dadelijk ook, maar dat wordt wel een beetje saai. Ik pak hier nog een rode zo. Zo. Ook moet ik deze knop een beetje verschuiven, dat hij wel lekker onder mijn pocket komt, dat je die niet ziet zitten. Oh, hier zit al tape aan. Dat had ik al gedaan. Oh, Anouk zegt het al. De goodie bag is inderdaad uitgekocht. Maar je kunt dus wel de spulletjes nog loskopen. En dan kun je via de link boven mijn video. Het is echt inderdaad wat hier ook genoemd wordt. Wij zijn ook... ooit begonnen. Het is gewoon lekker doen. Genieten van wat je maakt en van je proces daarin. En het wordt vanzelf allemaal makkelijker. Ja, Jannie, dat is ook superleuk. Met allemaal zakjes thee erin. Goed idee. Supergoed idee. Ik heb één dingetje over. Ik heb er gewoon eentje over. Eentje te veel gemaakt. Dat kan je niet menen. Komt natuurlijk omdat... Oh nee. Nou, ik weet het niet. Maakt niet uit. Ik heb er gewoon eentje over. Oh! Ik heb mijn ramen hier openstaan en jullie horen dat natuurlijk heel hard. Maar er vloog hier inderdaad een vliegtuig over. Maar neerstorten doet hij niet hoor. Ja, hè, beter te veel dan te weinig, dat vind ik ook. Nou, ik heb wel bijna al mijn pockets eraan zitten. Zo. Even de laatste nog. Nou, dan kun je hem dus gewoon lekker pimpen zoals je het zelf leuk vindt.
Maar ik vind het een heel goed idee ook met die theezakjes. Superleuk. Ik zou het ook echt te gek vinden als je zoiets cadeau zou krijgen, toch? Ah, dat is niet zo vaak dat hier die vliegtuigen overkomen hoor, Christa. Toevallig was die even. Zo. En dan ga ik even kijken hoe ik dit vind als ik alles even terug doe. Zo, op thee. Want nou vind ik het wel echt super leuk. Ik vind het helemaal te gek. Kijk, ik schuif het even ietsjes dichter allemaal op elkaar. Die touwtjes die kun je bij mij dus nog verschuiven. Als je het onder een designpapier doet, kun je het dus niet meer zo goed schuiven. Dat is nog weer een nadeel. Hier kun je nog lekker kijken van nou, zo vind ik het wel grappig. Maar kijk nou, dit is toch te gek als je dit zo mag krijgen met allemaal leuks erin. Nou, ik ga hier dus weer allemaal die papiertjes ga ik nog even erin stoppen. Die gaan we dus nog lekker even pimpen. Dan heb je toch een super fantastische adventkalender. Ik zou het wel weten. Oh, er komt er nog eentje. Dat is wel een beetje vreemd hoor. Zoveel hoor ik er normaal hier niet. Kijk, dus die papiertjes die pimp je lekker allemaal op. Met aan de bovenkant nog wat leuks erop. Nou, je hebt natuurlijk genoeg spulletjes in je goodie bag. Om dat helemaal leuk op te pimpen. Zo. Ik zit hier lekker al die papiertjes erin te stoppen. Nou, de andere kant doe ik zo meteen wel hoor. En dan ga je dus gewoon lekker de bovenkant lekker nog wat oppimpen. Nou, je kunt hier aan de onderkant ook nog gewoon leuke dingetjes erop maken als je het leuk vindt. Ik vind hem al persoonlijk heel druk zo. Dus ik ga er ook echt niet te veel meer op plakken, zeg maar. Ik denk dat dit misschien iets met die vierdaagse te maken heeft. Zou dat kunnen? Misschien wel, hè? Ik weet niet. Het is wel echt heel druk. Kijk, ga ik hem even dicht maken weer. Dus de oppimpen, lekker naar eigen... Hoe heet het? Naar eigen inzicht lekker doen. Ik heb geen idee of ik op die vliegroute zit, José. Maar daar is zeker van alles wat ze aan het doen zijn nu. Ja, jullie geloven me niet meer. Hè? Maar ik ga zo vaak live en jullie hebben nog nooit eerder iets gezegd over vliegtuigen. Dus ja, ja, ja. Wat moet ik ervan zeggen? Oh, kijk nou. Ik vind het zo leuk. Het is ook leuk voor iemand die gaat trouwen bijvoorbeeld, hè, om zoiets te maken. Even kijken. Ja, je kunt cijfers gewoon op voor- en achterkant doen. Ik doe ook niet alle... Op al mijn pockets een cijfertje. Ja, of op een andere plek. Of ergens anders op mijn kaartje. Soms mag je ook gewoon als op een dag geen cijfertje zit. Dan pak je gewoon eentje die je zelf leuk vindt, toch? Ik vind hem helemaal leuk. Ik vind hem echt te gek. Woe! Hier word je toch gewoon echt blij van. Oh, kijk nou. Nou, ik ga dus gewoon rustig door met deze oppimpen. Ik zal nog wel even een foto vast voor jullie maken. En dan ben ik natuurlijk echt super benieuwd wat jullie hiervan gaan maken. Dus vooral ook posten wat je gemaakt hebt. Zou ik echt heel leuk vinden om te zien. En dan wens ik jullie vandaag natuurlijk nog echt een super leuke dag toe. Met alle online workshops die nog gaan komen. En dan zeg ik tot de volgende video. Dat zal weer even duren, want ik ga lekker eerst met vakantie. En daarna gaan we natuurlijk weer lekker knallen. Dus ik zeg geniet van de dag vandaag met alle leuke workshops. En tot de volgende weer. Doei doei!